Vitesse heeft een plan ingeleverd voor het behoud van de proflicentie. Fans zitten in spanning of de KNVB het plan dit keer wel goedkeurt. Boze vrouw gooit mes naar haar buurmeisje. Buurtbewoners willen haar weg hebben. Een onderzoek naar de oorzaak van het vieze water in het Dinxperlose plas. Binnen 2-3 weken verwachten we de eerste resultaten. Goedenavond. Vitesse heeft de deadline gehaald. Er is vandaag voor het middaguur een plan ingeleverd waarmee de club een licentie voor komend seizoen wil krijgen. Om 12 uur stipt moest Vitesse alles financieel op orde hebben. En alleen dan kan de club de proflicentie voor komend seizoen behouden. En anders betekent het misschien het einde van het bestaan van de club. Fans houden hun hart vast. Ik ben nogal zenuwachtig ervoor en ik hoop dat ik vannacht goed kan slapen. En dan wachten we het wel af wat het wordt. Ja, bij het Gelderdoom staat verslaggever Jan Sommerdijk. En Jan, hoe spannend was deze dag voor Vitesse? Ja, heel spannend, want ze moesten natuurlijk nu gewoon echt met een gedegen plan komen. Maar het is ze gelukt. In het verleden alle deadlines niet gehaald of onvolledige informatie. Maar nu hebben ze het allemaal voor elkaar gekregen. En nu is het enorm spannend natuurlijk afwachten wat de KNVB voor oordeel velt. Ja, en ondertussen moet Vitesse zich gewoon voorbereiden op het nieuwe seizoen. Wordt er dus ook gewoon getraind nog door de selectie van trainer John van den Brom. Ja, het was nou de zoveelste deadline dat je de draad eigenlijk een beetje kwijt van raakt. Maar waarom denken ze nu wel een goed plan te hebben? Ja, ze hebben nu een gedegen plan. Vorige week gaven ze nog aan, er zijn 3 factoren. De KNVB, de voetbalbond, die de beslissing natuurlijk neemt. Guus Franke, de beoogde nieuwe eigenaar. En Cody Perry, de man die nog een lening van 14 miljoen uit heeft staan. En daarmee ook een claim houdt op de aandelen van Vitesse. Er was een deal tussen Franke en Perry. Maar ja, Guus Franke wordt er nog eventjes geparkeerd. Die moet uiteindelijk wel de eigenaar worden. Maar de KNVB heeft te veel tijd nodig om hem te controleren. Dus heeft Vitesse nu een alternatief plan. Met regionale ondernemers die garant staan voor het begrotingstekort voor komend seizoen. Uiteindelijk worden ze dan waarschijnlijk weer terugbetaald door Franke als hij eigenaar wordt. En ja, er is toch ook een afspraak met Perry om zijn lening even te bevriezen. De vraag is of de KNVB dat laatste goedkeurt. Daar zit eigenlijk het grootste risico nog voor Vitesse in. Oké, dat plan is dan nu ingeleverd. Maar wanneer volgt dan de beslissing van de KNVB? Ja, dat moet heel snel en de bedoeling is dat dat morgen al duidelijk wordt of Vitesse een licentie om betaald voetbal te spelen krijgt. Ja, insiders zeggen dat dat toch nog op de valreep gaat lukken. En ja, die haast is ook wel geboden, want hierachter ligt het veld nog buiten Gelderdoom op dit moment. Dat wordt, als het goed is, volgende week naar binnen geschoven en dan wordt de eerste wedstrijd hier zo gespeeld tegen Telstar. Dat is in ieder geval de bedoeling van Vitesse en waarschijnlijk toch ook van de KNVB. Dankjewel Jan voor de toelichting. Ja, het blijft dus nog even spannend. Ook zeker voor de fans. Maar ze blijven de club nog volop steunen. Zo ook Fred Kasteel uit Arnhem. We zagen hem net ook al eventjes. Vitesse is voor hem al 40 jaar zijn lust en zijn leven. Het is morgen alles op of rondom. Maar daarom heb ik het nog extra versierd. Dat de mensen toch kunnen zien dat ik echt tot de laatste loodjes ga doen. Het zou mij een heel rouw op het dak komen als het niet door zou gaan. Ja, goed of slecht nieuws, het huis van Fred zal in ieder geval altijd geel-zwart blijven. Wat mensen ook zeggen, ik heb daar gewoon op John Arnhems gezegd, scheert aan. Ja, ik vind het wel leuk. Als hij het leuk vindt, vinden wij het ook wel leuk. Als Fred het leuk vindt, is het prima, toch? Denkt u dat het gaat helpen, de versiering? Als Fred dat vindt, van wel, dan vinden wij dat ook. Nog even afwachten dus. Nou, dan iets anders. Wanneer gaat het een keer fout? Dat vragen inwoners van een straat in de Nijmeegse wijk Waterkwartier zich al maanden af. Ondanks veel meldingen bij de politie zorgt een bewoonster daarvoor veel overlast. Meerdere bewoners laten ons weten dat het zo niet langer kan. En afgelopen vrijdag werd een nieuw dieptepunt bereikt. De vrouw in kwestie gooide een mes over de schutting in de richting van een buurmeisje. Ze begon op een gegeven moment zelfs met messen te gooien. Over de schutting naar de andere buurvrouw? Ja, inderdaad. Over de schutting naar de andere kant, naar de buurvrouw. Het 14-jarige buurmeisje was net op tijd binnen. Het is zeker niet het eerste incident in de straat. Buurbewoners vertellen ons dat ze al jaren last hebben van bedreigingen, maar ook van andere overlast, zoals geschreeuw of 's nachts aanbellen in de straat. Nee, ga naar huis, alsjeblieft, niet bellen. Okay. Niet bellen, ga naar huis.
Het maakt vooral kinderen in de buurt angstig. Ja, als zij zo loopt te stieren en te doen, dan, ja, dan dreunt dat gewoon helemaal door. Dus ja, die zijn echt bang. De 40-jarige vrouw is aangehouden 's avonds en zit nog steeds vast. Laat je hond hem maar kapot vreten. Ik ben helemaal klaar met de wijs. Woningcorporatie Portaal, de verhuurder, zegt niet in te kunnen gaan op de situatie vanwege de privacy van de vrouw. Buurtbewoners hopen dat als de vrouw weer vrijkomt, er een goede oplossing wordt gevonden. Ja, in eerste instantie, ze moet gewoon de hulp krijgen. Maar ja, die accepteert ze niet. Dat ze in ieder geval ja, weer de leven op de rit krijgt. Nou, dit verhaal staat niet op zichzelf, want dit soort situaties komen op meerdere plekken voor. Hoe de woningbouwvereniging hiermee omgaat, leest u op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Met deze zomerse temperatuur is het lekker om in een recreatieplas te zwemmen. Maar in Dinxperlo kan dat al sinds april niet meer. Uit metingen blijkt dat er te veel PFAS in het Blauwe Meer zit. De recreatieplas is afgesloten en het onderzoek naar de oorzaak van de verontreiniging is in volle gang. Dit is een van de pijlbuizen. Hiervan hebben we er 12 gezet rond het hele Blauwe Meer. Deze gaan tot 9 meter diep en we onderzoeken dan het grondwater op 9 meter diep. En we onderzoeken het grondwater op 2, 3 meter. Op deze manier krijgen we een heel goed inzicht wat de grondwaterkwaliteit is rond het hele Blauwe Meer. De hoge concentraties PFAS die zijn aangetroffen in de recreatieplas kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Met de pijlbuizen wordt onderzocht of de plas al dan niet via het grondwater vanuit de omgeving is vervuild. Binnen 2-3 weken verwachten we de eerste resultaten. Dat zou wel meestal leiden tot, oh, nu moeten we verder gaan kijken. Of het blijkt dat er niets in het grondwater zit. Dan moeten we naar andere bronnen gaan kijken die dit mogelijk veroorzaakt hebben. Dus het is vaak wel een traject van sluit het ene uit en ga op zoek naar het volgende. Ondanks het mooie weer blijft de recreatieplas hier achter mij gesloten. De gemeente Aalten blijft in gesprek met de provincie, de GGD en het waterschap over hoe het verder moet hier bij het Blauwe Meer. Hoe lang dat onderzoek nog gaat duren is niet bekend. Met PFAS is het vrij onbekend en weten we nog niet zo heel veel. Wel steeds meer, dus het is allemaal even zoeken en het is allemaal vrij nieuwe materie om goed te kunnen onderzoeken. En dat zou ook eigenlijk betekenen dat de recreatieplas waarschijnlijk dit seizoen nog gesloten zal moeten blijven. Die kans is wel groot dat hij dit jaar gesloten blijft. Straks, de zusjes Smulders uit Horssen schitteren morgen samen op de Olympische Spelen. Ja, super vet natuurlijk, want ik heb meerdere keren op de tribune moeten toekijken en dan was dat nog steeds de droom om het samen te doen. Straks meer over hun ambities. Bij een ongeluk in Ermelo is vannacht iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd aangereden op de Stationsstraat. Hoe dat zou kon gebeuren is onbekend. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse voor ondersteuning. De gewonde is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. En geen veerpont vandaag tussen Wageningen en Randwijk. Door technische problemen ontstond brand in de stuurhut. De brandweer moest uitrukken om de boel weer veilig te maken. Maar waarschijnlijk blijft het pontje ook de komende dagen nog aan de kant. En de spelers van NEC hebben vandaag geposeerd voor de fotografen. Het was weer tijd voor de jaarlijkse selectiefoto. En de spelers gingen op zoek naar de meest fotogenieke NEC'er. Ik zou zeggen Bart of Dirk? Nee, ik niet. Wie dan? Dan zou ik eerder Bart geven. Ben ik het helemaal mee eens. Zontja. Kaffee voor donk. I don't like foto. Een verwoestende brand legde bijna 2 maanden geleden twee loodsen van kersenteler Roeland Hakkert uit Buren in de as. Daarin stond de apparatuur die nodig was voor het oogsten. Het leek een verloren zaak, maar met hulp van anderen wordt er momenteel toch geoogst. Nog steeds heel droevig dat in principe een 30 jaar levenswerk plat ligt. Zo ziet het er momenteel uit. Maar er moet snel een nieuwe loods worden gebouwd. De meest essentiële machines hebben we inmiddels al aangekocht en zijn al binnen. Ja, die kunnen we gewoon niet 1,5 jaar buiten laten staan. Ik bedoel, in verband met diefstal niet, maar ook in verband met het behoud van je materieel niet. Maar er worden wel degelijk kersen geoogst. Door heel veel hulp van collega's, vrienden, ondernemers. Want anders had het echt niet gegaan. Ja, echt hartverwarmend. Dat is zeker hartverwarmend. Want ja, als ondernemer kom je in een situatie dat je begrijpt dat je echt hulp nodig hebt. Alleen moet Hakkert nog van alles oplossen. Bijvoorbeeld met de verzekering. Wij zijn nu 7 weken verder en we weten eigenlijk gewoon helemaal niets. We horen niets, we zien niks. Als wij niet zoveel eigen middelen hadden gehad, dan hadden we nu al hele grote problemen gehad. Toch de allerbelangrijkste vraag, hoe zijn de kersen dit jaar?
ja, zoals gewoonlijk, superlekker. Er is maar één kers en dat is een Betuwse kers. En dan goed sportnieuws. De eerste Olympische medailles voor Nederland zijn een feit. En het eerste goud heeft een Gelders tientje. Want de dubbel vier roeiers met Koen Metsenmakers van roeivereniging Focus uit Nijmegen pakten vanochtend met overmacht de eerste plek. Hopelijk is dit de start van meer medailles. Twee Gelderse atleten die kans maken zijn de BMX-zussen Merel en Laura Smulders uit Horssen. Ze komen morgen voor het eerst in actie op te spelen. En het zou wel eens een hele mooie week kunnen worden voor de familie Smulders. Ze wonnen allebei al eens brons op de Olympische Spelen. Ook nu maken de zusjes Laura en Merel Smulders uit Horssen kans op eremetaal. En de ultieme droom is samen op het podium staan. Dat zou heel mooi zijn inderdaad. En zeker niet onmogelijk. Laura won in 2012 brons tijdens de Spelen in Londen. Het was een groot gekkenhuis en zeker een heel bijzondere dag. En Merel deed dat in 2021 bij de Spelen in Tokio. Zeker heel erg wel genoten. Het was natuurlijk nog wel gek omdat Laura er eerder al uitging met een crash. Daar was ik natuurlijk ook nog wel van geschrokken. Dat doet mij natuurlijk ook veel. Maar dat ik dus toen alsnog met een medaille naar huis kon gaan was natuurlijk extra vet. De zussen zijn aan elkaar gewaagd. In 2018 werd Laura voor de tweede keer wereldkampioen. Merel werd tweede. En als de uitslag op deze Spelen hetzelfde is, vindt Merel dat prima. Natuurlijk wil je vechten voor goud. Maar als wij allebei weer goud en zilver op die manier halen, dan, ja, dan ben ik zeker tevreden. En de zussen zijn blij dat ze het Olympische avontuur samen kunnen beleven. Ja, super vet natuurlijk. Want ik heb meerdere keren op de tribune moeten toekijken. En dan was dat nog steeds de droom om het samen te doen. Mega bijzonder. En dat voor de tweede keer. Dus volgens mij zijn we best wel bevoorrecht. Ja, morgen zijn de kwalificaties. De BMX-finale met dus mogelijk beide zussen Smulders is vrijdagavond. Tot zover het Gelders nieuws. Kijk voor meer verhalen en updates op onze website gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Fijne avond en graag tot morgen. Goedendag. Een prachtige zonsopkomst vanmorgen, waarbij de zon ook mooi de sluierbewolken bescheen. En op de meeste plaatsen was het droog en liep de temperatuur toch ook alweer snel op naar zomerse waarden van meer dan 25 graden. En de zon had wel flink wat ruimte om te schijnen, maar in de loop van de dag kwam er toch wel wat meer sluierbewolking voor, die af en toe nog even voor de zon langs schoof. Hoe ziet dat weerbeeld er dan uit de komende dagen? Vanavond hebben we nog te maken met enkele wolkenvelden, maar die trekken uiteindelijk weg richting Duitsland. Dan krijgen we morgen te maken met een overwegend droog weerbeeld. De meeste buien bevinden zich boven Duitsland en komen niet in Gelderland terecht. Een enkele bui sluit ik niet uit, maar op de meeste plaatsen gewoon droog. En dan zien we op de vrijdag dat we te maken hebben met een hoge drukgebied en daardoor veel ruimte voor de zon op die vrijdag. En ook weer oplopende temperaturen naar de zomerse 25 graden. Misschien gaan we dan lokaal zelfs wel weer richting 28 graden. Vanavond is het ook nog lang aangenaam. Temperaturen zo rond 22 of 23 graden met daarbij een mix van wolken en zon en slechts een zwakke wind uit noordoostelijke richtingen. Vannacht koelt het uiteindelijk nog wel aardig af, zeker als de opklaringen wat breder worden naar zo'n 13 tot 15 graden en een noordoostelijke wind wordt dan matig van kracht. Morgenochtend loopt de temperatuur op naar zo'n 19 tot 20 graden. Het is dan op de meeste plaatsen droog met een mix van wolken en zon. In de middag dan is er met name in het zuiden van onze provincie wel kans op een enkele regen- of onweersbui. De rest van onze provincie houdt het waarschijnlijk wel droog. En de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 24 graden. Ik denk wel pas aan het einde van de dag, want aan het begin van de dag hebben we nog met meer wolkenvelden te maken. En bij dat alles staat er een zwakke wind uit noordoostelijke richtingen. De dagen daarna blijft de zomer eigenlijk wel stevig in het zadel zitten. Vrijdag dus heel veel ruimte voor de zon en zo'n 25 graden gemiddeld. In het weekend wel iets meer wisselvalligheid, maar de temperatuur blijft aangenaam. Zondag de koudste dag met al 23 graden, maar vanaf maandag weer zomerse warmte en droger weer. Tot de volgende keer.